Gabriel Fauré was al oud, hoorde slecht, zag slecht en kreeg toch in 1923 een opdracht van uitgeverij Durand om nog een pianotrio te maken. Dat deed hij en dat werd dit pianotrio opus 120, dat in de versie voor klarinet, cello en piano werd gespeeld door Paul Meijer, Julian Steckel en Eric Lessage tijdens dit zondagochtendconcert in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam.